Het directoraat cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vandaag afscheid genomen van Sandra Amersing, beleidsmedewerker van de Nederlandse ambassade in Suriname. Amersing heeft 15 jaren nauw samengewerkt met het directoraat. Ze werkt zelf op de afdeling cultuur, sport en erfgoed van de ambassade. Cultuurdirecteur Elvira Sandy is vol lof over de samenwerking met Amersing. Ze heeft aan de basis staan van structurele ontwikkelingen bij het directoraat cultuur. En vanwege haar invloed binnen de relatie, de versterking van de relatie tussen het directoraat cultuur en de Nederlandse ambassade, niet alleen, maar ook als directoraat cultuur, waarbij we een intermediair ook vaak zijn geweest naar het cultuurveld, hebben we heel veel activiteiten samen kunnen uitzetten in dit land, jarenlang. Dus het is belangrijk om, wanneer je een prettige relatie hebt weten op te bouwen met de instantie, maar in dit geval meer nog met een persoon, dat igigrani. En dat hebben we gedaan vandaag door dat uit te spreken, maar ook uit te beelden. Sandra, we zijn heel trots op je. We weten dat wij door willen gaan met je. We weten dat die relatie gewoon in stand wordt gehouden, waar je ook gaat. En we voelen ons daardoor gesterkt. En we wensen je heel veel succes toe. Voor Amersing was het een emotioneel moment. Ze zegt veel te hebben geleerd in Suriname. Ik ben het niet die deze dingen heeft gedaan. Ik heb altijd deze ruimte gekregen vanuit de ambassade. Ik heb de mogelijkheden gekregen om met het budget die we hadden projecten te ondersteunen. Ik heb heel veel vrijheid daarin gekregen van de ambassade. En daar ben ik hun heel erg dankbaar voor. Suriname heel erg dankbaar voor alles wat Suriname mij heeft gegeven aan cultuur, aan een veel bredere view op het leven, op de wereld. Alle vrienden en vriendinnen die ik hier heb, familie. Ja, ik ga weg, maar je laat dit nooit los. Dit is een heel groot deel van mijn leven. Ik heb langer hier gewoond dan ooit in Nederland. Dus ja, hoe zou je afscheid kunnen nemen? Dat was Sandra Amersing die vandaag afscheid heeft genomen van het directoraat cultuur. Als beleidsmedewerker van de afdeling cultuur, sport en erfgoed bij de Nederlandse ambassade heeft ze samen met het directoraat cultuur diverse projecten in Suriname uitgevoerd.